Dinsdag 26 maart, dit is U Vandaag. Waarschuwing voor natuurbranden door droogte en wind. Verkeersellende aan de westkant van Utrecht bijna opgelost. En hockeyvereniging in Zeist zamelt geld in voor ongeneeslijk zieke speler. Goedenavond. Goedenavond. Moet de A27 in Utrecht nou wel of niet flink worden verbreed? Het langverwachte onderzoek dat verkeersminister Schultz heeft laten doen is vanmiddag gepresenteerd. Ja, verslaggever Mark van Rossum, wat staat erin? Het is een heel dik rapport, staat heel veel in. Maar de conclusie is simpel, die verbreding die komt er. Oké, zometeen zien we je terug, maar nu eerst het andere nieuws van vandaag. Een hoge straf voor moordenaar Arthur N. De 46-jarige Achtervelder krijgt 25 jaar cel en tbs met dwangverpleging. 5 jaar meer dan justitie eiste. De rechtbank noemt N extreem gevaarlijk en vindt dat de maatschappij zo lang mogelijk tegen hem beschermd moet worden. Arthur N. bracht 4 jaar geleden Ruud Kinneging uit Leusden om het leven en probeerde ook zijn ex-vriendin te vermoorden. De marine heeft in recreatieplas De Put in Vianen opnieuw gezocht naar de vermiste Patrick Dix. Er is een vermoeden dat daar misschien een lichaam ligt. Met speciale sonarapparatuur is de bodem vandaag in kaart gebracht en de hele dag geanalyseerd. Morgen gaat de marine verder met de zoektocht. Dix is nu 6 weken spoorloos. Camping De Berenkuil in Utrecht is een gevaar voor de gezondheid. Dat blijkt uit een rapport van het waterschap dat RTV Utrecht in handen heeft. Door lekke rioolbuizen liggen er diepe en vieze plassen op het terrein. En dat is volgens een milieudeskundige levensgevaarlijk. De gemeente zegt geen partij te zijn en grijpt daarom niet in. En welzijnswerkers in Utrecht dreigen massaal hun baan te verliezen. Door een nieuwe aanbesteding gaat het werk van instellingen als Cumulus naar andere organisaties, als Carijn en Stade. Maar het is onduidelijk hoeveel medewerkers ze overnemen. De bonden willen dat de gemeente een einde maakt aan de onzekerheid. En vanavond praat de Utrechtse Raad erover. Na jaren discussie is de kogel eindelijk door de kerk. Verkeersminister Schultz gaat de A27 bij Utrecht toch flink verbreden. De minister is dat al lang van plan en een speciale onderzoekscommissie vindt dat ze dat besluit zorgvuldig heeft genomen. Ja, van 10 rijstroken gaat de snelweg naar maar liefst 14 rijstroken. Maar dat gaat wel heel veel geld kosten. En op landgoed Amelisweert moeten opnieuw bomen worden gekapt. Verslaggever Mark van Rossum staat bij de A27. Ja, Mark, wat is nou de belangrijkste conclusie van de commissie? Nou, die commissie heeft vooral gekeken naar de besluitvorming rond de verbreding. En ze komen tot de conclusie dat die besluitvorming goed is gegaan. Door de bank genomen. Hier en daar zijn er op details wel wat kritiekpunten. Is één belangrijk kritiekpunt. Ze vinden dat er nog wel een maatschappelijke kosten-batenanalyse moet komen. Kortom, wat levert het op? Wat kost het de samenleving als we de snelweg hier verbreden? Nou, hoe reageren de politieke partijen, de gemeente en de provincie hierop? Nou, in Den Haag was de PvdA eigenlijk tegen, maar het stond in het regeerakkoord. Zij wilden graag dit onderzoek en zij respecteren het. Dus zij leggen zich neer bij die verbreding. De VVD was altijd al voor, landelijk. En zij vinden het eigenlijk zonde van de tijd, dat onderzoek, en willen dat er nu doorgepakt wordt. Als je kijkt naar de provincie Utrecht, die zijn blij dat er nu wat gaat gebeuren. En natuurlijk, GroenLinks is tegen, blijft tegen, sputtert tegen en vindt het maar niks allemaal. Ja, maar volgens een onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht zou het mogelijk zijn om de weg binnen de bestaande bak te verbreden. Wat vindt de commissie daarvan? Ja, die vraag of dat kan, hè? 2 keer 6 rijstroken heb je het dan over, die is later aan het onderzoek toegevoegd. Nou, helemaal in het begin van het proces is er al sprake geweest van, zullen we eens kijken of dat kan, 2 keer 6 rijstroken. Dat is toen afgevallen omdat het niet veilig is. Te smalle rijstroken, geen vluchtstrook, kortom, dat is niet veilig. De commissie heeft nu opnieuw gekeken of het wel veilig is. Ze zeggen van, nou, het is nog steeds niet veilig, het kan nog steeds niet, dus die is terecht afgevallen. Het kan niet binnen de bestaande bak. Ja, maar er was in Utrecht toch heel veel verzet tegen verbreding van die A27. Is dat nou ineens over? Nou, heel veel verzet. Er is heel hardnekkig verzet tegen verbreding. Het is een kleine groep mensen, milieuactivisten, natuurliefhebbers en GroenLinks in Utrecht. Een grote meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad wil eigenlijk die verbreding wel. Het is namelijk onderdeel van een groter geheel. Daarin zit ook de aanleg van de sneltrein naar Uithof en de verbreding of de opwaardering van de Noordelijke Randweg. En dat hele pakket, dat vindt een grote meerderheid in Utrecht, vindt dat fijn. Dus ook die verbreding. GroenLinks is tegen, blijft tegen en dat zal niet veranderen. Oké, verslaggever Mark van Rossum, dankjewel. Het was er altijd heel druk. Als je in de spits via het 24 oktoberplein Utrecht in wilde rijden, dan kon je het wel vergeten. Je kwam wel op je bestemming uiteindelijk, maar
stond eerst een hele tijd vast in de file. Ja, maar dat moet nu een stukje minder zijn, want de eerste twee rijbanen van de flyover op het verkeersknooppunt zijn nu open. En dat is maanden later dan gepland, want het project wordt namelijk geplaagd door vertragingen. Eindelijk. De eerste auto's kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de flyover bij het 24 Oktoberplein. Tenminste voor een gedeelte. Want de rijbanen richting de snelweg blijven nog even dicht. We zijn wel blij dat dit gedeelte open is, want het is stad in. Dat is het meest belangrijke voor de files op de A2. Daar hebben we de hele tijd last van gehad tijdens de bouw. En nu eindelijk open, dus hopelijk dat dat behoorlijk gaat helpen. Bezwaren van omwonenden, constructiefouten en strenge vorst zorgen ervoor dat de flyover jaren later dan gepland af is. Tot grote frustratie van automobilisten die er elke dag vaststaan. Maar nu rijdt het richting de stad in ieder geval lekker door. Voor de voortgang is het natuurlijk wel een goede zaak. Dat is altijd lekker, toch? Lekker doorrijden. Ad Kozijn maakte de bouw van de flyover van dichtbij mee. Het gebouw van de Nederlandse Bridgebond, waar hij werkt, ligt in de buurt van het 24 Oktoberplein. De werkzaamheden aan het drukke verkeersknooppunt maken het kantoor bijna onbereikbaar. Echt problemen met mensen die te laat waren of die het niet konden vinden, omdat ze hun normale route niet konden volgen. Ad heeft nog wel begrip voor de vertraging van dit megaproject. Maar de gemeente Utrecht had wel wat beter mogen communiceren. Wat wel enige frustratie teweeg heeft gebracht, is dat de gemeente voortdurend in de berichtgeving dat gebagatelliseerd heeft en gezegd, nee hoor, er zijn geen vertragingen, nee hoor, we gaan gewoon najaar 2012 open. Terwijl allang duidelijk was in het voorjaar dat dat gewoon niet gehaald kon worden. Toch is Ad blij dat de Bridgers hun kantoor weer kunnen bereiken en het op de A2 weer een beetje doorrijdt. Daar zie je natuurlijk voortdurend opstoppingen de afgelopen jaren vanwege het feit dat er gewoon te druk is en de doorstroming gewoon niet voldoende is. En daar is die flyover straks hopelijk echt een verbetering voor. Op 5 april moet de flyover ook open zijn voor auto's die richting de snelweg rijden. Althans, dat is de planning. Ja, en het duurt nog even voor het hele verkeersplein klaar is. Pas van de zomer worden de werkzaamheden afgerond en gaat ook de Beneluxlaan weer open. Zometeen brandgevaar door droogte en harde wind. Een indrukwekkende benefietavond voor zieke hockeyer. Ja, ze zijn een merkwaardig fenomeen in gemeenteraden, eenmansfracties. Soms een partij die niet meer dan 1 zetel haalt bij de verkiezingen, maar veel vaker een raadslid dat zich afsplitst van zijn partij en in zijn eentje doorgaat. Ja, maar wat heb je nou eigenlijk aan zo'n splinterpartijtje? Daar praten we zo meteen over. Eerst gaan we naar de gemeente Stichtse Vecht, want daar hebben ze maar liefst 5 eenmansfracties. En dat loopt niet altijd even lekker. Ja, dan sta je hier en dan komen die auto's er zo op. Frank van Liemt maakt zich op dit moment in zijn eentje druk over het verkeer in de Brugstraat in Breukelen. De straat is veel te druk, maar er gebeurt niks. Het moet anders kunnen, daar ben ik van overtuigd. Daarom ben ik met die inwoners zitten om tafel met de wethouder en we hebben weer afspraken. Alleen de communicatie tussen gemeente en inwoners kan nog wat beter. Dat ga ik het vanavond over hebben. De groep Frank van Liemt is noodgedwongen een eenmansfractie. Vlak voor de verkiezingen werd hij ineens door de VVD op een onverkiesbare plaats gezet. Oftewel, ze wilden van me af. De inwoners met de verkiezingen hebben duidelijk aangegeven dat ze mij wel wilden hebben. Ik had op een paar stemmen na 1000 voorkeurstemmen. Dus eigenlijk goed voor 2 zetels. Dus ik zit nog steeds in de raad, maar dan zelfstandig. Want de VVD wilde niet met mij verder. Van Liemt zet zich veel in voor kleine zaken die inwoners erg bezighouden. Uiteraard houd ik me met elk beleidsterrein bezig, maar sommige terreinen duik ik dieper op in. Hier in Breukelen bijvoorbeeld, het afschaffen betaald parkeren. Of hier achter de Brugstraat in Breukelen, waar het verkeer een blijvend doorn in het oog is. En dat zijn dan van die items die eruit pikt. Maar het blijkt moeilijk om ook echt iets te bereiken. Door zijn ruzie met de VVD wil bijna niemand in het college met hem samenwerken. Ja, nou ja, in principe zou dat niet moeten uitmaken. Op Reni Vis van Streekbelangen na. Al moet ze toegeven dat het lastig is om een voorstel van Van Liemt te steunen. Zijn voorstellen, daar moet je wel wat harder voor knokken als je daarin wil meegaan. Je moet het goed beargumenteren. En soms is het echt dat je... Dat is waar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het niet alleen voor de VVD geldt, hoor, maar ook de andere CDA ook wel. Die dan zeggen van, moet dat nou echt? Maar ondanks de tegenwerking heeft Van Liemt nooit overwogen zijn zetel op te geven en blijft hij doorgaan. Ik blijf de onderwerpen uitkiezen en proberen op te komen voor de inwoners, want dat is ook waar je het voor doet. En door die inwoners die jou gekozen hebben, zit je daar ook. Dus ik heb gewoon die plicht. En of het makkelijk of niet makkelijk is, vind ik niet zo interessant.
Ja, we praten hierover door met oud-wethouder Jaap Pilon uit Veenendaal. Welkom. 20 jaar bent u actief geweest in de gemeentelijke politiek. Klopt. En u kent die Calimero's wel, hè? Ik ken de Calimero's zeker. Ook in Veenendaal. Ja? Hoeveel heb je er daar? In Veenendaal zijn er op het moment 3 Calimero's, zeg dus eenmansfracties. Mm. Waarvan 1, en dat moeten we wel onderscheiden, 1 verkozen eenmansfractie. Want die fout wordt wel eens gemaakt. Ze worden allemaal op één hoop gegooid. Maar 2 fracties zijn afsplitsingen, zoals dat gezegd wordt. Ja. Ja, toch gaat het niet altijd goed. Dat zagen we net in het filmpje van Van Liemt in Stichtse Vecht. Wordt eigenlijk tegengewerkt. Heel kinderachtig, vindt u niet? Ik vind dat zeer kinderachtig, omdat waar je ook zit als raadslid, je bent er als volksvertegenwoordiger en je staat samen als voltallige raad voor zeg maar het volk, de burgers, in dit geval dan in Stichtse Vecht, mm-hmm, en anders in Veenendaal. Ja, heeft u dat zelf ook wel eens meegemaakt in Veenendaal? Nou, kijk, het is vaak kinderzinnen onderling. Ik heb dat niet altijd begrepen. Ik ben een groot voorstander van het duale bestel. Dat betekent dat we niet kijken naar oppositie of naar coalitiegenoten. Mm-hmm. Maar dat we samen staan voor de samenleving waarvoor je hoort te staan. Ja. En daar komt iets heel leuks bij, vind ik zelf. Want het gaat altijd over eenmansfracties. Maar een fractie is dus niks. Hè? In de zin van de gemeentewet is een fractie, bestaat een fractie niet. Nee. En mensen worden altijd eenmansfracties genoemd. Ja, eenmansfracties. Maar een fractie bestaat op zich niet. Het gaat om partijen in de gemeentewet. Mm-hmm. En je wordt verkozen als lid van de gemeenteraad. Ja. Dat staat dan in de wet, zeg maar, de gemeentewet. Ja. Dan gaat het ook spelen. Als raadslid word je ook genoemd in de gemeentewet. Maar een fractie is iets verzonnen door de mensen zelf. Want er zijn politici die zeggen van, daar zouden we eigenlijk vanaf moeten. Die gemeentewet die moet je aanpassen. Als mensen buiten hun partij worden gezet of er zelf uitstappen, dan moet die zetel eigenlijk terug naar de partij. Ja, maar dan zitten we weer op een ander front. Dat is burgerlijk wetboek. Dan praten we over partijen. Partij is niets anders. Politieke partij is niets anders dan een, zeg maar, een vereniging of een beweging. Hè? Die kennen we ook. En zo'n vereniging of beweging is iets van mensen. En dan kun je samen besluiten om raadslid te worden. Nou, dan heb je die vereniging opgericht. En als je dan raadslid bent, in Veenendaal hebben we bijvoorbeeld 33 raadsleden. Dat zijn eigenlijk 33 fracties. Alleen een aantal fracties genoten of mensen die eenzelfde opvatting hebben, mm-hmm, zo is dat ook gegroeid, die vormen dan samen een deel van die gemeenteraad. En een deel, moeilijk woord voor deel, is fractie. Een laatste vraag. In Stichtse Vecht, maar ook in Nieuwegein, zijn er maar liefst 5 eenmanspartijtjes. Ja. Is dat wel werkbaar? Want iedereen wil vragen stellen, iedereen kost tijd eigenlijk. Ja. Nee, dat is dus ook vaak de hamvraag, maar het is bijna onwerkbaar, dat ben ik met iedereen eens. Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe ontstaan ze in de loop van de tijd? En naar mijn opvatting komt dat door het individualisme wat ontstaan is de laatste jaren. Je bent niet meer echt een socialist, je bent niet meer echt een liberaal, dus kruip je ook verder uit elkaar. En ik denk dat het ook zo is dat er steeds meer mensen geen lust meer hebben om in de politiek te gaan. En dat betekent dat dat er een ballotage bij de fracties, bij de partijen, zo moeizaam gaat dat er heel veel mensen worden toegelaten. En dan gaan ze gauw als kikkers uit de kruiwagen. Misschien laat dat nog veranderd in. Als kikkers uit de kruiwagen. Ja, Pilon, hartstikke bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Charlie, het bosbrandvliegtuigje in de lucht. En de brandweer in verhoogde staat van paraatheid. Dat gebeurt meestal pas als het hoogzomer is. Maar nu geldt al code oranje. Ja, want het is al weken kurkdroog in onze provincie. En door de harde, schrale wind kan een bos- of heidebrand razendsnel om zich heen grijpen. De brandweer staat op scherp. Het is code oranje en dus kan er elk moment een bosbrand uitbreken. Afgelopen weekend ging het al bijna mis op de heide bij Leusden. Dat was gelukkig snel geblust, maar het gevaar is nog lang niet voorbij. Marcel Geluk is expert op het gebied van natuurbranden. Nou, op dit moment is vooral de heide erg kwetsbaar, omdat die erg droog is. Voor de rest, natuurlijk wordt het ook droger. Maar met name de hei en de grassen, dat zijn toch wel de meest kwetsbare groepen op dit moment. Code oranje komt weinig voor bij kou. Dat het nu toch gebeurt, ligt aan een bijzondere combinatie van droogte en de wind. De natuur houdt eigenlijk een soort van winterslaap. Dan zijn er geen sapstroom op gang. Zoals gezegd, de natuur is in de winterslaap en in het voorjaar ontluikt dat weer. Alleen door de kou is dat allemaal wat verlaat. De veiligheidsregio probeert meer branden te voorkomen. Onder andere met behulp van 2 meetstations in Baarn en deze in Overberg. Daar meten we mee de droogte. In de zin dat we daar de luchtvochtigheid mee meten, de temperatuur, de neerslag. En uiteindelijk genereren deze cijfers allemaal een droogteindex. En die index is nu ongeveer 60. Als hij boven de 80 komt, wordt het code rood. Behalve de meetstations zetten we nu ook Charlie in. Een vliegtuigje dat potentiële brandhaarden in een vroeg stadium ontdekt.
Maar de VRU kan niet alles voorkomen. Als het toch misgaat, staat er zwaar materieel klaar om de branden te blussen. En dat mag dan code oranje zijn. Bosbranden ontstaan niet vanzelf. Je zult begrijpen dat de natuur niet zomaar spontaan in de brand vliegt. Dus wel een beroep ook aan ieder. Ga voorzichtig om met de natuur. Gooi geen peuk achterloos in de hei. Dat soort dingen. Ja, de komende dagen blijft de brandweer intensief controleren. Pas eind van deze week wordt er wat regen verwacht. We gaan eens kijken wat andere media over onze provincie te melden hebben. Het is de laatste week van de kruistocht van minister Plasterk. U weet wel, die tour langs Utrechtse, Flevolandse en Noord-Hollandse bestuurders en burgers. Ja, die is bedoeld om iedereen te overtuigen van het nut en de noodzaak van de superprovincie in 2015. Volgende week is die praatfase afgelopen. En het blad Binnenlands Bestuur schrijft dat het verzet tegen het plan alleen maar is gegroeid en niet is afgenomen. Diverse gemeenten laten in officiële reacties aan Plasterk weten niets te zien in de fusie. En ook de drie provincies lopen nog steeds niet warm. En dat hebben we in Utrecht al gemerkt toen de minister in het provinciehuis was. De kritiek, er zijn geen sterke argumenten voor de fusie. En het tempo waarin het allemaal moet gebeuren ligt veel te hoog. Nou, Flevolandse gedeputeerde heeft een open mail gestuurd aan de minister, waarin hij schrijft dat Plasterk maar tot één conclusie kan komen. Dat er gewoon onvoldoende draagvlak is om zijn plan uit te voeren. Ja, als Plasterk klaar is met zijn gesprekken volgende week, is dat 1 april, en dat is geen grapje. Dan gaat hij de superprovincie verder uitdokteren op papier. Dan hebben we een uitspraak van het Hof. Die heeft zich uitgesproken over het wel of niet mogen roken in kleine cafés. Dat zien we in verschillende media. Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dat de uitzondering voor kleine kroegen ongeldig is. Zoals in deze cafés in Utrecht. De zaak was aangespannen door Clean Air Nederland. En het Hof wijst nu naar de overeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarin staat dat er maatregelen genomen moeten worden tegen blootstelling aan tabaksrook in alle overdekte publieke ruimtes. En daar vallen eenmanszaken dus ook over onder. Clean Air wilde eigenlijk ook dat de staat wordt verplicht om dat rookverbod in kleine kroegen te handhaven. Een soort rookpolitie oprichten dus. Maar dat is niet gelukt. Nee. Even iets heel anders. Pianist Wiebe Soejadi uit Zeist gaat op een romantische kastelentour. Volgende week begint hij met het geven van concerten op kastelen. Prachtig. Hij begint zijn tournee op het Muiderslot. Daarna speelt hij een paar dagen op kasteel De Haar in Haarzuilens. Het is een lang gekoesterde wens van Soejadi om op door hem gekozen kastelen klassieke stukken te spelen voor een klein gezelschap. Mm-hmm. En ja, door de historie van de plek, de sfeer en de muziek kom je natuurlijk al snel in een romantische stemming. Nou, voor Wiebe is dat sowieso geen probleem, want hij is sinds kort weer helemaal in love. Ja. Ik krijg ineens zin om Katrien Duk voor een date te vragen. Als je nog op de filmacademie zit, dan droom je er natuurlijk van dat jouw films ooit in de bioscoop te zien zullen zijn. De jonge filmmaker Ruwan Hegelman uit Amersfoort, is dat al gelukt? Ja, vanavond gaat zijn tweede korte film in première. De film Weerzien. En die gaat over een man die mensen die een sterfgeval in de familie hebben op een wel heel bijzondere manier helpt. Trouwens, op zondagochtend gefilmd, dus we moesten heel stil zijn. Niet gelukt. Dat is wel het klacht achteraf. Ruwan bekijkt met veel plezier nog één keer zijn nieuwste film. Weerzien gaat over een mysterieuze man die doden tot leven kan wekken. Als regisseur is Ruwan verantwoordelijk voor elk detail. Zo gaat hij zelf op zoek naar mooie plekken in Amersfoort om te filmen. Ik weet nog dat we deze locatie gingen scouten. En dat op een gegeven moment vroeg ik aan een vrouw van, kom je veel treinen langs? En ze keek me aan van, wat ben jij van plan? Ik zeg, nee, het is voor een film, rustig maar, dit en dat. Maar we hebben hier gelukkig tijdens de opnames geen last gehad van trein of wat dan ook. Ruwan werkt een half jaar aan de 20 minuten durende film. Hij heeft de ambities van Spielberg, maar met de subsidie van €600 van de gemeente waren niet al zijn wensen haalbaar. Iemand op het moment dat jij hebt geschreven, er rennen 10 agenten achter een man aan. Succes met 10 acteurs vinden die ook nog politiepakken hebben. Of dat ook hopen dat de politie hier in Amersfoort toestemming geeft. Bij ons hebben ze dan toestemming gegeven voor 2 politieuniformen. En regel maar eens 10 mensen die dat willen doen de hele dag. Vanavond ziet Ruwan zijn film voor het eerst niet op zijn computer, maar op het witte doek. Extra spannend is het dat zo'n 300 bioscoopbezoekers met hem meekijken. En dan ga ik achter in de zaal staan om te kijken hoe de mensen reageren. Maar ja, het ergste is natuurlijk als iemand opstaat en gewoon wegloopt. Ben ik dan in staat, denk ik, om de persoon gewoon terug zijn stoel in te schoppen. Maar we gaan het meemaken. Kijk, bij mijn oma zou ik het niet doen, maar iemand die ik niet ken, die ken ik niet. Dus
De kijkers zijn dus gewaarschuwd. Vanavond dus in première in de JT-bioscoop in Amersfoort. En er zijn nog een paar kaarten. En Suzanne, in jouw theater kunnen we zelf film uitkiezen. Mijn theater van het slechte sentiment. We kunnen in de windmolens duiken, Rix. Nieuwegein wil er 5 langs de A27 neerzetten. En morgen is er een informatiemiddag. En daar komen bezoekers alles te weten over windenergie en molens. Nou, het plaatsen van windmolens dat leidt vaak tot veel weerstand. Niemand vindt die dingen mooi en ze maken ook nog eens veel herrie. Toevallig genoeg is het morgen ook nog de dag van de geluidshinder. Optie nummer 2. We kunnen ook een kijkje nemen in een spiksplinternieuw schoolgebouw. Het gaat om het Futura College in Woerden. Het nieuwe pand was nodig, want die school was gewoon uit haar jasje gegroeid. Na de Pasen mogen de leerlingen het nieuwe gebouw in. Maar onze verslaggever kan morgen een exclusieve rondleiding krijgen. En de derde optie is ook een school. Leerlingen van de Barbara School in Bunnik organiseren morgen een sponsorloop voor leeftijdsgenootjes in Brazilië. De initiatiefnemer is de 10-jarige Cas. Zijn oom woont in het Zuid-Amerikaanse land en vangt daar kansarme kinderen op. Nou, wilt u nou meer weten over die sponsorloop en het goede doel? Stem dan op keuze 3. Rix. Dankjewel. En u thuis mag het zeggen. Op onze website staan de 3 opties voor morgen op een rij. En u kunt tot morgenochtend 9:00 stemmen. Een bijzonder hockeytoernooi gisteren in Zeist. De Zeister Hockeyclub organiseerde een benefietavond voor een oudspeler die ongeneeslijk ziek is. En dat leverde ruim €6.000 op. Beter wordt Mark Schweitzer niet meer, maar het geld is hard nodig. Ik ga er buiten! Het is misschien wel een van de laatste hockeywedstrijden die hij ziet. Mark Schweitzer uit Zeist leidt aan een zeldzame vorm van kanker en wordt niet meer beter. Dus je moet gewoon afwachten wat er met jou gaat gebeuren. Dus dat weten we gewoon niet en ik heb het ook niet willen weten. Nee. Maar wat ik wel weet is dat het een hele agressieve vorm is. Die gewoon heel erg snel deelt en daarmee ook heel erg snel groeit. Dus de vooruitzichten zijn wat dat betreft gewoon niet goed. Er moet geld op de plank komen. Niet voor Mark, maar wel voor zijn ziekte. Er is onvoldoende bekend over de vorm van kanker waaraan hij leidt. En een redmiddel is er sowieso nog niet. Nou, als het maar veel geld opbrengt. Zo. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Hey Don, dankjewel hè. Om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen, hebben teamgenoten van hockeyclub Scharweide uit Zeist een benefiettoernooi georganiseerd. Ja, waanzinnig. Ja, echt superleuk. Wij aanvankelijk zouden we het alleen met de trimmers doen, dus met een stuk of 4 teams. Daar kwam familie bij, daar kwamen collega's bij, oud-studiegenoten van Mark en Femke, jeugdvrienden. Dat is natuurlijk super. Het gaat snel bergafwaarts met de 42-jarige Mark. Nog geen half jaar geleden was hij te gast bij Paul de Leeuw en was toen nog enigszins hoopvol. Maar ik ben ervan overtuigd dat door meer onderzoek, meer aandacht, dat er uiteindelijk een keer iemand gaat komen die te genezen is. En de afspraak die ik met mijn kinderen en mijn echtgenoot heb gemaakt is dat ik diegene ben. Maar hoe moeilijk het ook is, Mark weet dat hij binnenkort doodgaat. Ja, dat is hartstikke moeilijk en aan de ene kant vind ik dat ik een mooi leven gehad heb. En wat je zegt, ieders leven houdt een keer op. Wat ik alleen het moeilijkste vond was dat ik mijn eigen kinderen niet echt groot kan zien worden. Maar positief blijft hij wel. Hij hoopt dan ook dat er ooit een geneesmiddel komt voor de ziekte waaraan hij leidt. Door geld in te zamelen tijdens avonden als deze komt het redmiddel toch een klein stukje dichterbij. Maar uiteindelijk worden natuurlijk ziektes gewoon, die worden gewoon overwonnen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Het opgehaalde geld gaat naar een stichting die zich inzet voor mensen die dezelfde vorm van kanker hebben als Mark. We gaan naar het weer. Het was lekker zonnig vandaag, maar door de gure oostenwind was het toch weer behoorlijk koud. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en gaat het weer licht vriezen. En het wordt ongeveer 3 graden onder nul. Nou, morgen is het zonnig, maar er zijn ook wat wolkenvelden. De gure wind houden we voorlopig. Het wordt opnieuw een graad of 5. 's Avonds vriest het weer. En ook de dagen daarna blijft het koud met toenemende kans op regen en natte sneeuw. Helaas. Ja, dat wordt afzien met Pasen als het zo doorgaat. Meer in weer en verkeer en nieuws uit de regio vindt u op onze website. Of download de gratis RTV Utrecht app voor de tablet en de smartphone. Ja, wij houden ermee op voor vandaag. Fijne avond nog. Dag.